En ik moet zeggen dat hij erg geleden heeft, omdat ze hem mooi vonden. Waarschijnlijk met schelden aan de muur gehangen hier ergens in Nederland. En gelukkig niet op de al te lichte plaats. Maar hij zit dus vol met gaatjes, scheurtjes. En dat ga ik dus nog verder bespreken met de mensen van het Historisch Kostuummuseum in Den Haag. In het gemeentemuseum. Er zitten een paar geweldige restauratoren die ook regelmatig voor mij de witte was doen van de kabaias. Omdat dat mag je natuurlijk niet met chloor wassen. Maar dit is dus zo'n eigenlijk bijna gesneuvelde sarong die ik toch te lief heb. En echt even leuk om jullie te laten zien. Ook omdat die gesigneerd is. Ik heb voor dit verhaal vandaag twee sarongs te leen. En echt niet langer dan een uurtje te leen. En dat is van via Louise's, die ik net noemde. Die heeft een verzorgingsoma, zal ik dat maar noemen. Geadopteerde oma. Mevrouw de Boer. En mevrouw de Boer heeft ook echte gesigneerde sarongs. En dit is een Kainpanjang. En dat is het beroemde verhaal. Dat kennen wij natuurlijk allemaal. Wie is dit? Roodkapje. Roodkapje. En dat was natuurlijk een duidelijk Europees sprookje. En omdat het een Europees sprookje is, hebben de Watzigsters verzonnen dat het waarschijnlijk dan wel herfst of winter is.